wat vertellen over To Kill a Mockingbird. Grote klassieker. Ik heb hem nog niet zo lang geleden gelezen. Maar why I love this book. Het was aan het eind van het boek. En ik zat zo in een scène. En ik werd uiteindelijk, ik schrok fysiek terug van de scène die in het boek gebeurde. En ik heb al veel boeken gelezen. Maar dat op die manier, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Dus dat vond ik fantastisch. En wat ik heel mooi vind aan Harper Lee is dat bijna niemand weet dat zij eerst Ghost at the Watchmen heeft geschreven. Wat pas geleden uit, of een paar jaar geleden uitgekomen is. En daarna pas To Kill a Mockingbird. En het mooie is dat zodra je beide boeken hebt gelezen, valt het kwartje. Dus why I love this book.